Goedenavond, welkom bij een nieuwe aflevering van Focus. Dit is het programma waar het accent gelegd wordt op de activiteiten die voor u van belang zijn. Vandaag in Focus, 5 ambassadeurs maken opwachting bij president Santokki. SDG Platform Suriname, uitgebreid met 8 leden. Principeakkoord over herstructurering Oppenheimer schulden, belangrijke mijlpaal. En Indiase onderneming Bajaj Procespak ziet potentie in Suriname. Jozef Gerard Angeles van de Republiek der Filipijnen, Sonia Koppe uit het Gemenebest van Australië en Pavla Havlikova van de Tsjechische Republiek zijn door hun land aangewezen als ambassadeurs in de relatie met Suriname. Hetzelfde geldt voor Eva Bisgaard Pedersen uit het Koninkrijk Denemarken en Carlos Alberto Falistegui van de Republiek Ecuador. De diplomaten hebben op donderdag 4 mei op het presidentieel paleis hun opwachting gemaakt bij president Chandrika Persat Santokki. Daarbij hebben zij hun geloofsbrieven aan het staatshoofd overhandigd. Excellent meeting with President Santokki, and I brought him the greetings of our President Ferdinand Marcos, and I bring our greetings to all the people of Suriname as well. I am very happy to have arrived and presented my credentials as ambassador to the Philippines. We talked about several fields that both countries can engage in to the benefit of both countries. The importance of the labor sector for health and in agriculture and in science and technology and other fields was mentioned, and I look forward to moving that forward to strengthening our relations in those fields. Today I will have some meetings here in the city. I will talk with the Minister of Foreign Affairs tomorrow. I will talk with our Honorary Consul and then get to know a little bit of these wonderful countries of yours. Which sector will get your attention? Climate change, I think, is an area of agenda that is a common agenda between our two countries. So this is any area where we can help combating climate change. This is specifically of interest for us, but also just being open to what it can bring being here, and for Danish businesses and for the community here in Suriname. I would like to say that it was a pleasure for me to be here in Suriname, and it's a great honor to be here as ambassador of the Czech Republic in Suriname. We agreed with the president of Suriname and with the Minister of Foreign Affairs on the interest in deepening of our mutual relations in different areas and in defining new areas for the mutual cooperation. We agreed on the interest in cooperation in the areas as economic and trade cooperation, the cooperation and development assistance of the Czech Republic to Suriname, the exchange of students, exchange of professors, and the possibility of collaboration of our diplomatic institutes. We have a very important and comfortable meeting that reinforces the relations between both countries, both peoples of Ecuadorian and Suriname, and we are going to work hard to try to accomplish
many of the challenges that we are looking in our region, in the international community, to with the welfare of our citizens. Which sector will have your attention, Ambassador? Well, first of all, we are looking for food security, and immediately linked with that, sustainable development. And of course, we are going to look ahead about all that means democracy, human rights, and of course, Amazon Basin. That is very important for both countries and the region. There's a couple of areas that I'd like to explore with my government back in Australia. One is greater cooperation on the multilateral front. I think there's a lot we could do with Suriname, particularly on climate change and environment, those issues which Australia is very committed to. The second thing I'd like to explore is seeing if we can grow our trade and business links between our two countries. As you probably know, Australia is a very resource-rich country and we have a lot of experience in mining, so there's possibilities we could do more in that regard. And also, of course, people-to-people links. I would love to get more Australians visiting your beautiful country. It's a long way from Australia, but we're very used to travelling long distances from our part of the world. So I would love to see more people have Suriname as their next adventure tourist destination when they're thinking of travelling. Het SDG-platform Suriname is uitgebreid met 8 leden. Hun installatie heeft op donderdag 4 mei plaatsgevonden in het Asuria Event Center en wel door minister Albert Ramdien van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking. Tegelijkertijd vond op dezelfde locatie ook een workshop plaats met als centrale vraag: werkt Suriname resultaatgericht aan het verwezenlijken van de SDG's? Het vorig jaar ingestelde SDG-platform kent een brede private, publieke en maatschappelijke vertegenwoordiging. We werken resultaatgericht. We zijn nog niet daar. We willen dus veel meer doen. SDG's, de strategische ontwikkelingsdoelen, die door de Verenigde Naties zijn benoemd, geadopteerd, goedgekeurd, die gelden voor alle landen. In 2030 wordt verwacht dat de landen een finaal rapport indienen op de 17 doelen die zijn gesteld. En die doelen variëren van, eigenlijk op elk gebied van een stukje ontwikkeling van een land. Als we in 2030 willen rapporteren, gaan we meetbare resultaten moeten achterlaten. Zodat we dus precies kunnen aangeven wat hebben we op het stuk van onderwijs bijvoorbeeld gedaan. Onderwijs voor een ieder bijvoorbeeld. Op het stuk van milieu, op het stuk van water, armoedebestrijding. En we kunnen niet zeggen van we hebben geprobeerd of we hebben goede resultaten geboekt. Nee, men gaat willen weten hoeveel procent is het verbeterd. Hoeveel mensen hebben er meer voordeel van gehad. En dat soort dingen. Dus wij zijn nu, en dit is de bedoeling van deze dag, is dat er een bewustzijn komt dat de uitvoering van de SDG's niet alleen een opdracht is vanuit de United Nations, maar ook iets is dat wij gezamenlijk hier moeten adopteren, moeten omarmen. En dat geldt niet alleen voor de regering, dat geldt voor alle segmenten van die samenleving. Religieuze organisaties, bedrijfsleven, vakbeweging, de milieuorganisaties, allerhande andere organisaties, de districtscommissarissen die op het niveau van de districten werken, is een verantwoordelijkheid van ieder. Dus ik heb proberen te benadrukken dat ontwikkeling in een land
wat we realiseren om vrede, veiligheid en welvaart te creëren, dat dat een verantwoordelijkheid is van een ieder. Een individu, een organisatie, een regering. En het kan alleen maar gerealiseerd worden als we dat gezamenlijk doen. En op een nette, goede manier, constructief, elkaar ondersteunend. Ook begrijpen wat de verantwoordelijkheden zijn van een ieder. De regering is geen ondernemer. Laat dat over aan het bedrijfsleven. Maar heb wel een goede samenwerking. Faciliteer dat. Het creëren van betere werkomstandigheden is niet alleen een verantwoordelijkheid van de regering, maar ook van de bedrijven, maar ook van de vakbeweging. Zo heb je dus, ieder heeft zo zijn verantwoordelijkheid in een samenleving. En als dat goed wordt uitgedragen, dan krijg je een betere samenleving waar iedereen happy is, plezier heeft, kan recreëren en uiteraard ook werk heeft, een toekomst heeft. En dat is precies wat we proberen te realiseren. De groep is uitgebreid, wat erg goed is, want dat betekent dat er meer ownership is, dat er meer geloof is in dit proces. Wij gaan in de komende maanden dus veel acties zien van die SDG-platform. Er is reeds een nationale commissie, maar dat is van regeringszijde. Nu is het een mix tussen de regering en de maatschappelijke organisaties. Dat is de bedoeling van vanmorgen en ik ben blij dat we dit doen, omdat uiteindelijk gaat het om ervoor zorgen dat we allemaal gezamenlijk, ongeacht de problemen die we hebben, tot oplossing komen van die problemen. Na langdurige onderhandelingen vanaf 2020 heeft de Surinaamse regering een principeakkoord bereikt met het Eurobond Crediteurcomité over de herstructurering van de Oppenheimer schulden. Deze schulden drukken zwaar op de begroting en beperken de financiële ruimte om beleid uit te voeren voor de bevolking. Het ministerie van Financiën en Planning noemt het akkoord een belangrijke mijlpaal in de wederopbouw en het herstel van de Surinaamse economie. Door de herstructurering van de Oppenheimer schulden ontstaat er een aanzienlijke schuldverlichting, omdat de lening over een langere tijd wordt terugbetaald tegen lagere aflossingen en rente. Dat betekent meer financiële ruimte in een meer evenwichtige begroting. Volgens de oorspronkelijke lening zou dit jaar direct ruim $200 miljoen betaald moeten worden en in 2026 $600 miljoen, hetgeen niet haalbaar was voor Suriname. In tegenstelling tot sommige voorstellen voor de verkoop van blok 58 voor de herschikking, gaat in deze overeenkomst maximaal 2% van de olieinkomsten uit dat blok naar de bondholders. Blok 58 blijft van Suriname en zal gedurende de hele productieve levensduur voordelen blijven leveren voor het land. De uitvoering van de herstructurering is afhankelijk van de overeenstemming tussen Suriname en de bondholders over de definitieve juridische documentatie en een te bereiken staff level agreement met het Internationaal Monetair Fonds. De Indiase onderneming Bajaj Procespak Limited gelooft dat Suriname potentie heeft om inkomsten te genereren uit het verwerken, verpakken en exporteren van fruit en andere agrarische producten. Het bedrijf had tijdens het bezoek van president Santokki in januari aan India de interesse in zaken doen met Suriname reeds kenbaar gemaakt. In navolging hiervan heeft directeur Girish Bajaj op zaterdag 29 april een presentatie over de bedrijfsprocessen gehouden voor de leiding van het ministerie van LVV, als ook vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven en de agrarische sector. Contact met dit bedrijf loopt al een hele poos. De president was afgelopen begin dit jaar in India. Daar heeft ook een presentatie gehad van het bedrijf. En het meest belangrijke in deze is, dit bedrijf, het is een multi-billion company. Laat me daarmee beginnen. Ze hebben een hoop technologie in huis.
en vooral gebaseerd op omstandigheden in de ontwikkelingslanden. Zij zijn zelf begonnen in India, toen ze het minder hadden. En dit bedrijf heeft een belangrijke rol gespeeld om de industrialisatie van de agrarische sector tot een hoger niveau te tillen. Dat doen ze nu in Afrika, in diverse landen in Afrika. Maar ze willen ook kijken van hoe ze ook in Zuid-Amerika bepaalde landen kunnen helpen. Zo is het contact geweest. Nu, iets langer dan een maand geleden, heb ik hun ook bezocht in New Delhi. En waar ik helemaal onder de indruk was van wat zij allemaal kunnen en niet kunnen. En ik heb ze uitgenodigd om Suriname te bezoeken. Om te kijken naar onze omstandigheden en wat we allemaal nodig hebben. Vooral waar ik de industrialisatie in de agrarische sector nu op een tot grotere hoogte wil tillen. Vandaar dat hij hier is. Ze waren in de regio. Ze waren in Guyana, tenminste. Hij was met zijn minister van Buitenlandse Zaken in Guyana. Ze hebben nog een paar andere landen in de omgeving aangedaan. Maar hij heeft zich afgesplitst van de hele delegatie. En hij is speciaal naar Suriname gekomen om te kijken van hoe wij gebruik zouden kunnen maken eventueel van wat zij allemaal te bieden hebben. Dus vandaar dat vandaag een presentatie is gehouden voor het bedrijfsleven. En informatie is gedeeld met het bedrijfsleven. So, coming in from India, we bring in an experience of almost 35 plus years in manufacturing and setting up projects in plant and machinery for processing of fruits, vegetables, flowers, milk and adding value to it. So, we bring to Suriname the technologies can add value to these perishable products and help reduce wastage through processing and packaging. What can be the benefits of this technologies for Suriname? These technologies are basically designed around the needs and requirements of the developing countries. These are simple, sturdy, reliable and small to medium enterprises can be very useful. And also, since these technologies are working even on cutting edge technologies like biomass, like solar powered. So for a country like Suriname, which is a carbon negative country, we add value to the same process and we are able to utilize these technologies to be set up at farm levels also. While we are still at the exploratory stage, we are my visit here to this country is to explore the possibilities. So yes, we are open in joint investing in any project that requires or that enables a lot of large-scale production of these facilities in Suriname for export purposes. We are open to that idea. Kijkers, tot zover Focus voor vandaag. Bedankt voor uw aandacht. Goedenavond.